Holy shit! En nu zijn we samen Captain Cock. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wij zijn in Kroatië. Daar zijn we gisteren aangekomen. We hebben nog niet zo heel erg veel gezien van de omgeving hier. Omdat we gisteren een beetje moe, een beetje waren van de reis. Maar Maarten en ik hebben net eventjes heerlijk een ontbijtje gehaald. Even een cappuccino voor iedereen gehaald. Daniel is er weer bij. Gezeten in de bus van de scooter. Oh, hij is een beetje kapot allemaal. Hey, maar het smaakt er niet minder om, hè? Nee, dat is waar. Ja, we kregen het niet allemaal in de buddy, maar goed. We hebben in ieder geval een ontbijtje. Francis, leef je ook nog? Ja. Ja? Oh, goed. Oké, okay, goed. Kom op een moment. Ja, goed. Vriendin heeft mooie billen. Wat zei jij? Ja, nou, Frans is ook nog wakker. Ik ben nu ook helemaal wakker. We hebben wel lang geslapen vandaag, eindelijk. Ja, echt hè, we hebben uitgeslapen. Ja, lekker. Heerlijk. Nog geen wekker gezet. Het was de eerste keer deze vakantie dat we geen wekker hebben gezet. Ja, echt. Het moet ook gewoon kunnen, omdat vakantie is. Ja, zeker weten. Ik moet nog wel zeggen dat ik moe ben, maar ik heb echt een positief lichtpuntje, want ik heb gewoon lekker geslapen. Voor het eerst. Echt zo fijn. Gewoon lekker geslapen voor het eerst. Oh, daar ben ik zo blij mee. Niet normaal. En trouwens, dankjewel. Ik heb net even gekeken naar de zee. De golven zijn echt hoog. Ja, het is heel windig. Ja, het is echt windig vandaag. Het waait ook vandaag deze kant op. Volgens mij waaide het gisteren die kant op. Ja, dus laten we sowieso even in de zee gaan straks. Lijkt me super vet. Gewoon lekker zwemmen. Ja, met die golven. Lijkt me echt heel erg dicht. Wij zijn skaters met een missie. High school kids in start positie. Rocket power. Boogie. Ik pak wel surfboards, gaan we zo. Oké, goed. Heb je lekker geslapen? Medium. Ja, medium rare. Heel kut tegen het. Ja, je hebt zeg maar daarachter, heb je zeg maar één kantje, is 20 centimeter korter dan de andere. Dus daar moet de kleinste liggen. Nou, Frans wel iets kleiner dan Daniel, maar alsnog is het dus blijkbaar met je voeten er tegenaan. Het bed is gemaakt voor dwergjes. Ja, kamperen is toch altijd wel een beetje, hè, krapjes en een beetje avontuurlijk en. Oh, ik ben het eventjes niet gewend. Ik denk dat ik weet hoe het werkt. De volwassen mensen gaan daar en de kinderen gaan daar. Ja, dat zou best kunnen. Dag, denk ik. Dat zou best kunnen, zodat de kinderen ook niet weg kunnen sneaken omdat het bij de deur is hier. Precies, ik denk dat het is. De ouders liggen daar met de lange benen. De kleine kindjes liggen daar. Ja, dat zou best kunnen. Goed, we gaan lekker ontbijten. Leuk dat jullie kijken weer trouwens naar de vlog. Dankjewel. En vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. Jij mag kiezen. Wat voor vulling dit is. Ik heb hem zojuist een beetje gesneden. Nou, ze hebben gezegd chocolade en jam. Oké, okay, komt-ie, ja. Wat? Dat zeiden ze. Ja. Oké, okay, dan gaan we nog een gokje doen. Ik ben benieuwd. Ja. Oh mijn god, echt druppel. Kleinste van het kleinste. Hè? Maar gisteren ook met die aardbeien ding die ik bestelde, ja. Dat was ook echt. Dat is chocolade boven, ja. Dat was een stagiair die de broodjes heeft gemaakt. En dit zou. Dit ziet er goed uit. Ja, dat ziet er beter uit. Oh, dit ziet er goed uit. Dit is volgens mij het kontje en er zit volgens mij ook pijnige vulling in. Nou, wel lekker hoor. Ja, zeker. Maar sowieso vind ik altijd broodjes in het buitenland vaak echt lekker, man. Maar dat komt ook door de omgeving en het vakantiegevoel. Tuurlijk. Zeker. Als je dan normaal brood zoekt, dat kan je nooit vinden. Nee, het zijn altijd gekke broodjes. Of sneetjes, dat kan je niet vinden. Met suiker. Het zijn altijd suikerbroodjes, daarom is het ook zo lekker. Ik had laatst een discussie. Ik heb een Duitse vismaat, Dustin, en die komt bij mij en die zegt: Nederlanders hebben echt vies brood. Wij in Duitsland hebben het allerlekkerste brood ter wereld. Zuurdezen. En zij hebben alleen maar zuurdezen. Ja. Terwijl wij Nederlanders vinden hun brood echt heel vies. Ja, klopt. Zuurdezen vind ik echt niet lekker. Nee, dat is echt zo compact. Nee. Zo, er zit geen lucht in of zo. Dit is gewoon. Bal. Zij al. Maar zo grappig eigenlijk hoe het kan verschillen hè, per land. Ook al zit je soms aan elkaar vast, echt dicht bij elkaar. Kan zo erg schelen. Als je de grens over bent in Duitsland, dan heb je al hele andere broodjes, hele andere. Ja. Het is gewoon grappig. Het is leuk om te ervaren. En hier hebben ze een eigen munteenheid trouwens. Dat heet KN. Waar staat het eigenlijk voor? Kuna.
Kuna? Nee, ja, ik dacht Kronen, maar dat is een Kuna. Ja. Ja, ik dacht ook Kronen, maar Kronen dat was toch altijd Denemarken en zo? Ja. Kronen. Ja, je hebt verschillende landen wel de Kronen, toch? Ja, toch? Wel, ja. Nou goed, ze hebben hier in ieder geval een eigen eenheid. En 1 Kuna is 0,13 euro cent. Ja, dus 100 Kuna is 13 euro. Nee. Euro cent. 13 euro cent. Ja. 100 Kuna is 13 euro, ja. Ja, dus ja, precies dat. Ja, we moesten... Dus 10 euro is... 10 euro is. Fres zat lekker te dromen. Ja, ik ben hier niet wakker hoor. Hoeveel is 100 kuna? Wat is 1 kuna? 13 cent. 13 cent. Dus 100 kuna is? 1300. 1300 euro? 130? Nee. Wat? Nee. Hoeveel is 10 euro in kuna? Hoeveel kuna is dat ongeveer? 13 cent. Nee. 13 cent is 1 kuna. Ja, en dan 10. Je hebt 10 euro. Hoeveel kuna is dat? Nee, niet 10 euro, 100 kuna. Nee, maar dit is voor in de ochtend is dit ook helemaal kak. Het is helemaal kut. Nee, nee, helemaal nee, mijn vraag was juist. Hoeveel kuna is 10 euro? Oké. Okay. 800 ongeveer. Oh ja, als je het... Ja, oh, zo. Je moet maar eens heel moeilijk... Het is best wel lastig om dat om te rekenen. Ja, is ook. Zeker 's ochtends, als je nog niet wakker bent. Drink even koffie, joh. Je moet 13 cent zien als 0,13 euro. Dus dan als je het keer 100 doet, dan is het... Frens is. Zeg maar wat Daniel zegt. Wat verdomme. 0,13 keer 100. Ja jongen, laat me met rug man. Ik weet het niet. Ik zou even met je ogen doen. Ik weet niet wat 13 keer 100 is. Oh mooi, maakt niet uit. We zijn net wakker. Oké, we gaan lekker eten mensen, heerlijk. Als ik dit zo zie Daniel, dan gaan we zeker wel eventjes het water in, denk. Ja, zwemmen. Holy shit. Surfom. Hier, laten we daar even naar de zijkant lopen. Hier, dan word je gewoon nat als je daar staat. Wat? Heb je een surflang bij je? Nee. Oh. Nee, toevallig niet. Oh, sterker nog, ik heb er geen een. Oh, ja, ik ook niet. Maar kan jou wel gebruiken als surflang. Wow, dit is echt heftige zee, hè? Niet normaal. Dit is niet echt een zwemzeetje. Tenminste, een langzaam zwemzeetje. Nope. Een snorkelzeetje. Wel mooi, hoor. Het is wel helder, hè? Wow. Ja, supermooi. Kijk dan, we gaan even hier zo naar dat uiteinde lopen. Ja. Dan klotst het de hele tijd. Kijk dan. Oei, joh. Hier gaan staan, dan word je nat. Ja, dat wordt zeker nat. Ja, dat wil ik ook precies hetzelfde doen. Zout, dat is echt een waarschuwing voor iedereen die dat niet weet. Zout en apparatuur. Niet nice. Toch ga ik er heen met mijn camera. Ja, maar jij bent een risk taker, hè? Nou, ga jij maar voorop. Tudu. Wow! Holy moly! Wow, gast! Holy shit! Oh mijn god! Dit is ziek, hè? Wat heb je? Een hermietkreef. Oh joh, inderdaad, er zit een kreeft in. Wat? Hij vindt dat ook in één keer weer. Hij gaat zo meteen lopen, let op. Echt? Wacht, ik moet hem neerzetten. Dan gaat hij zelf lopen. Hij gaat eruit. Wow, kijk dan. Dat is een kreeft. Hij zit er gewoon in. Wow, check dan. Oh, wat sick. Kijk dan. Daniel vindt dat het weer. Wow, yo. Ja, echt ziek dat je dat zo snel ziet. Hoe dan? Het ligt daar gewoon ergens op de grond. Ik had het nooit gezien. Heel bizar dat het gewoon hierin zit. Ja, je kan hem hier inleggen in dat water, dan gaat hij gelijk lopen waarschijnlijk. Hij moet voelen dat het veilig is. Ja. Dat het niet trilt. En dan als er nu geen schaduw op komt, dan komt hij zo uit en gaat zo lopen. Ja, dat wil ik graag zien. Ik wil graag zien dat... Ja, daar gaat hij al. Kijk dan. Ja, hij neemt zijn hele huisje mee. Ja. Wat, zit hij eraan vast? Ja, hij heeft zijn kont. Je moet hem zeg maar zien, het is een kreeft zonder schaal op zijn achterlijf. Dus het is eigenlijk een kreeftenlichaam met pootjes. En zijn hele kont is zacht. En die zachte kont, die groeit natuurlijk mee. En hij zoekt de schelp waar precies zijn kontje in past. En dus hij zoekt gewoon de schelp van een of andere slak. En die verovert hij. En daar gaat hij in zitten. Wat? Kijk, we lopen dan. Het ziet er zo gek uit. En als hij op een gegeven moment te groot wordt, dan gaat hij op zoek naar een andere schelp. Want die schelp groeit niet mee. Oh, dus hij zit er niet per se aan vast. Maar hij past wel perfect, deze... Ja, deze past perfect. En dan gaat hij op een gegeven moment weer een nieuwe zoeken. Wow, dit is echt gaaf om te zien, hè. Gewoon een hele schelp wat zo beweegt. Dit is best wel groot, hoor. Kijk, op het kantje kan je hem ook neerzetten. Dan gaat hij gewoon lopen. Ja, gaat hij hier lopen ook? Ja, zeker. Wow, dit is echt te sick. Kijk, je ziet die volspriet. Ja. En daar gaat hij hoor. Je ziet twee oogjes. Kijk dan. Dit mooi, is zo cool. Ja, geniaal. Ik vind het zulke vette beesten. Ja, die zijn en echt je ziet die vet. Twee oogjes aan de voorkant op die stokjes. Ja. Dat zijn zijn ogen. Wow.
Echt heel erg mooi. Echt gaaf. Wauw. Oké, ik denk dat we hem weer gaan neerleggen op hetzelfde plekje als waar we hem hadden gevonden. Hier zo. Hoppa. Zo. Oké, sick. Nou, laten we nu eens naar het uiteinde gaan. Holy moly. Hoi, joh. Je wil echt geen... Oh my god. Wow. Holy shit. Om in slow-mo te filmen, jongen. Zo, zeker weten. Ik moet even de andere camera pakken als ik hier wil filmen. Ja, want met mijn camera die ik nu in mijn handen heb, niet zoveel zin in. Nee. Als daar zout op komt, dan is het kapot. Ja, ik kan hem afschrijven. Ja, zeker. Maar wel heel vet dit, hè? Holy moly. Kijk hem even weer kijken of hij wat kan vinden. Oh, bijna. Deze. Water! Niet normaal, die zee is echt warm. Ja, maar daarom zwemmen ook zoveel mensen. Kijk, daar zitten ook allemaal mensen te zwemmen. Dan is het echt niet koud. Bij het Idromeer zag je bijna niemand zwemmen. Prima temperatuur. Ja? Ja, heel lekker. Misschien een beetje te warm, zelfs voor zee. Ja, echt? Hoe warm denk je dat het is? Misschien wel 20 graden, hoor. Ja? Ja. Het Gardameer was al 23 graden, hè? Wat? Het Gardameer was al 23 graden, dus ja. Misschien is dit dan nog wel warmer. Ja, zou kunnen hoor. Wow. Maar wel lekker. Ik ga zeker wel even een plons maken. Ja, beter. Wat heb je? Ik blijf de slakken. Hoi joh. Daniel heeft twee vette slakken gevonden. Wow. Je zou gewoon denken dat het steentjes zijn, hè? Ja, echt. Het zijn gewoon twee slakken. Mooi hoor. Zonder hoekje daar gestaan. Wow! Wow! Er komt nog een. Wow! Oh my god! Wow! Hoppa! Ja. Hoi! Nou, even opdrogen. Ja, even opdrogen, ja. Maar dit is zo vet. Het is wel gaaf dat het zo hard waait. Met die wind. Met die golven. Ja. Gaan we eens even gebruik maken van de douche hier. Het zit helemaal onder het zout. Straks is die douche ook zout. Dat is van de zee komt. Ja. De Empi is sowieso morgen niet meer zwart. De Empi. Nee, het is helemaal wit. Prima. Ja, die kan je beter ook even uitspoelen, schat. Dat shirtje. Ja? Ja, dat zout op bijt. Echt lelijk hoor. Weet je nog hoe erg mijn pet was gekleurd in één week vorig jaar? Oh ja, dat zout verandert de kleur ook. Ja. Ja, dat bijt. Het leek, zeker met die zon er dan ook nog bij. Wel lekker. Proef dit water eens, is dit zout? Nee, het is niet zout. Het is wel koud, dat wel. Het was op het begin warm. Ja, omdat die slang dan lekker in de zon ligt. Oh, lekker hoor. Kijk dan wat een uitzicht. Ja, echt. Niet normaal. Hier moeten we echt nog even heen hoor, naar die dingen. Ja, dit park dingen. Is ja. Echt super vet. Ja, dat is leuk. Zeker nu met die golven. Ja, met die golven wordt het al helemaal moeilijk. Hier, ik zie daar 30 minuten, 60 koena. Nou, Francis, reken het eens uit. 60 koena. €4,50. Ja, zoiets. Ik reken... Nee, wel meer, want 50 is €6,50. Wat staat erachter? €8. Oh. Ja, dus 50, ja, iets meer dan €7,50 had ik. Maar 13 koena is €1, toch? Nee, 1 euro, nee, 0,13 eurocent is 1 koena. 0,13 eurocent is 1 koena? Ja. Ah. Ja, dus 10 koena is €1,30. Ja, dat zei ik vanochtend ook, ja. Dus 6 keer €1,30 is €7,80. Maar ze hebben het afgeronden €8. Ja. Wat deze heb ook je gevonden? Dat is best wel. Wow, dit is jouw pet. Echt zo. Hier, let op, ik heb een pet gevonden. Wat vind je van mijn nieuwe kok? Kok.
Dat is het Engelse woord voor haan. Ja, ja. Oké, welke wil je liever? De kok of de nuts? Jij wil de nuts, hè? Is er geen vis? Nee, die heeft hij al, ja. Is er ook een roe? Roe. Roe kangaroo, man. Nuts. Hier, butch. Bijna bitch. How much is a head? 500? No. 120. 600. 700. 100 euros. Special price. Special price. Yeah. Do you know these nuts? Yes. So much here. A lot of nuts. Yeah. Oh, hij kent die noten nog echt ook. Ze hebben hier allemaal hazelnuts. Like Nutella. Nutella. Yeah. Hazelnuts. Ja, hazelnuts. Oh, ik maakte een grapje. Hij ging serieus op in. Doe gewoon deze kok. Die staat je leuk. Ja, die kok vind ik nice. I like this kok. Nice. Nice kok. Then you have to say I like your kok as well. Do you like my kok? No. You don't like my cock? Yeah, my friend. Yeah. Hij wordt helemaal nat. Ja, hij wordt helemaal ongemakkelijk. Kijk trouwens hoe lelijk die eekhoorn is. Ja, die is echt dik. Die is heel man. Dik, ja. Een klein dik eekhoorn. Die kop ook. Ja, die scheet. Kijk, hem scheet zo. Oké, okay, I would like to buy this cock. Jij ja, hebt geld, dat is goed, zes schat. Ja, ik heb mijn pasje gewoon. Je kan ook nog een zwembroekje. Ja, maar niet die roze, die vind ik ook wel mooi. Of een speedootje. Nee, ik heb mijn eigen zwembroeken, jongens. Kijk dan. Ja, maar jij zei er nog, ik heb er maar één. Ja, ik heb per ongeluk maar één meegenomen, maar ik vind het prima. Ik ga niet een ander zwembroek kopen. Hey, kapiteinshoed. Hey, hier. En nu zijn we samen Captain Kok. Ja, deze. Ja, deze, ja. Dit is wel echt geniaal. Alsjeblieft, deze koop ik voor jou. Ik ben echt mooi voor jou. Captain. Kijk hoe goed die op staat. Het is een beetje die ene met die rolstoel van. Peppy en Cookie. Nee, van Vlodder. Hij is oh ja. Een rolstoel. Met dat bordje. Opa. Met dat bordje. Ken je dat? Zo mooi, ja. Ja, wil je die voor mij hebben? Ja, graag. Oké. Okay. Vind ik leuk. Goed, nou, we hebben deze twee. Captain Kok. Captain Kok. Ik vind het leuk. Top. Daniel zit echt te kloten met die gast. Oh, lookie, lookie. Ah, nice bal. Bal. Nice. You like it? Ja, ik vind hem mooi. Kijk hoe malle bal dit is. This moet feel it. It's good. Very tight bal. Ja, wil je hem nou hebben of niet? Ja. Ja, oké. Dit is wel lekker gooibal. Oké, okay, nou, kapitein. Dit is echt mooi. Mooi man. Echt mooi, ja, tuurlijk ga je hem dragen. Ik ga hem voor je kopen. Oké, de bal, this captain hat en this hat. Perfect. Oké, dus 240, 320. Let's say 299. You need water. 299, then we have a deal. Oh, for you good, but for me no good. Okay, 301. 310, okay. 310. 307. Good deal. Okay, hey, hij onhandelt gewoon, hè, die Daniel. Mooi man, hij verdoemt eigenlijk gewoon een schijntje, maar... Ja, ja. Ja, echt geniaal. Okay, see you, pace. The boss. Yes, he's the boss. Marvin is van het geld. Oké, okay, goed. Nou, ik ben echt blij met mijn pet. Ben je ook blij met je spullen? Gast, ja, moet even het schilletje eraf, een dingetje. Zo. Schilletje ik zie eraf. Ook nog een dingetje zo op je hoofd. Lijkt me heel teten, die dingetje. Echt? Ja. Dat kaartje hier. Ja. Oh, dit dingetje. Hij steekt precies op. Ja, maar dat is handig, want dan kan ik mezelf zo ophangen ergens. Als je me zat bent, dan hang je me gewoon ergens op zo. Hop. Oh. Ja, dan ga je bijna. Dat ging ik al bijna. Oh, dit is zo geniaal. I'm Captain Ball. Oh, te mooi dit. Ja, die gast is wel echt heel aardig, serieus. Gisteravond waren we ook al met hem aan het kloten en aan het praten over de waterschoentjes. Dus hij is meer dan blij. We hebben twee waterschoentjes gekocht, twee petjes en een bal. Dus... Hij heeft genoeg gedeeld ook. Ja, ja, gelukkig wel. Bye Mario. Thanks maat, voor de pet. Ja, alsjeblieft man. Leuk. Geniaal. Hij heet Mario. En Daniel moest natuurlijk zeggen dat hij Luigi heette. Hij snapte hem ook niet, hè? Nee, hij snapte hem niet. Maar hij zei wel, ik ben Mario van Super Mario. En toen zei jij, ik ben Luigi. En toen zei hij niks. En toen zei hij, no, you are Frank de Jong. Ja, you have face like Frank de Jong. You are Holland. Oftewel, je hebt een gezicht net als Frank de Jong. Dus, nou, dat is wel een compliment, toch? Ik weet niet.
Ja, tuurlijk wel. Ja, is het een knappe man? Ja, Frank de Jonge is gewoon volgens mij een prima gozer. Nee, ja, dat is een compliment, zeker. Heeft Daniel ook de centjes als Frank de Jonge? Dat weet ik niet. Dat is geheim. Dat denk ik ook niet. Oké, goed. Nou, we lopen eventjes lekker verder. Onze missie was eigenlijk om ergens even te gaan zitten met het prachtige uitzicht. En even de zee te checken en misschien nog even een koffietje te drinken met een mooi uitzicht. En vervolgens kopen we Captain Cork met een bal. Wel, zo kinderachtig dit, maar zo grappig ook weer. Zo, kijk ze even. Die kunnen het wel hoor. Oh, die kunnen het zeker. Holy moly. Lekker bezig. Ja, dit is prachtig joh. Lekker volleyballen. Wil je anders niet meedoen, hè, Daniel? Je bent toch de captain? Kun jij een beetje volleyballen? Met jou vast wel. Ja, toch? Ja, als jij de leiding neemt, doe ik wat jij zegt. Yes, sir! Ja, starboard, dek! Weet je wat mooi is? We gaan nog met een bootje. Ja, en ik heb mijn vaarwijs gehaald twee weken. Ja, ja, inderdaad. Dat is echt super sick. Dus ik ben ook de kapitein. Dus als we met het bootje gaan, dan doet Daniel sowieso dat petje op. Sowieso. Zeker. We hebben heerlijk eventjes wat gedronken hier zo. En toen wilden we betalen. Alleen, je kan alleen contant betalen. Alleen, het stond echt nergens aangegeven. Dus nu blijven Daniel en Francis zitten en gaan wij even naar een geldautomaat. En dat laat ook maar weer zien hoe knijtersgroot deze camping is. Je hebt gewoon een geldautomaat op deze camping staan. Twee stuks. Ja. Je hebt iets van 4 bakkerijen hier of zo. Het is echt abnormaal. Ik ben nog nooit op supermarkten. Ja, ik ben nog nooit op zo'n grote camping geweest. Maar goed, we gaan dus eventjes geld pinnen. Want we hadden geen contant geld. Ik ben wel benieuwd hoe het geld er hieruit ziet. Ja, ik heb het al gezien. Het is op zich niet heel bijzonder. Oh. Nee, maar we gaan het straks checken. Het mooiste geld dat we tot nu toe hebben gezien was... Ja, dat is Mexicaans geld. Nee, vind ik wel. Ik heb Mexicaans geld nog... Nee, dat vind jij niet. Zwitsers geld vond jij het mooiste die er was. Klopt, ja. En Mexicaans staat op nummer 2. Pesos. Ja, pesos. Maar inderdaad, Zwitsers geld, dat heb ik thuis nog liggen. Eigenlijk een beetje zonde, want het is best wel duur. Het heeft best wel veel waarde, zeg maar. Want Zwitsers geld heeft meer waarde dan euro's. Of dan volgens mij bijna elke munteenheid die er is. Maar oh, zo mooi, hè. Niet ja, normaal. Mooie kleuren. Echt hele bijzondere, felle kleuren. Ja. Maar goed, we gaan het nu zien. We gaan even geld pinnen. Dames en heren, dit zijn 20 franken. Ja, is echt mooi. Check eventjes hoe super vet dit is. Ja. Dan ga ik jullie laten zien. 100 frank. Nou... Dat is toch bizar? Ja, dit is een mooie flap dit. Wat? Dit lijkt toch niet op geld dit? Het zijn gewoon de 3 prachtige kunstexemplaren. Nou, we staan hier bij het pinautomaat. Ik kan er niks van maken, misschien jullie wel. Bankautomaat, je is van Funkjaje. Uw bankautomaat doet Nema Novka. Geen idee. Maar het betekent waarschijnlijk dat je niet kan pinnen, dat die dicht is. We hebben eventjes gevraagd hier binnen bij het winkeltje, waar Marvin nu trouwens even beleg had voor morgen vroeg alvast. Maar je kan alleen pinnen bij de receptie. Maar aangezien het zo'n knijtersgroot camping is, wat we net vertelden, is dat echt wel een heel stuk lopen. En Marvin, of Daniel en Francis zitten nog gewoon netjes te wachten bij het restaurantje. Helemaal waardeloos dit. En ik heb hier weer eventjes een frikandel menu gespot voor 40 kuna. Yay! Zo, die is oranje. Ja, daarom dacht ik dat je die vast lekker zou vinden. Oh, die is heel oranje. Misschien een vervelende vraag. Mag ik een foto mee maken? Ja. Oh, dat is niet... Vlot. Ja, tuurlijk. Ja, gaan we doen. Tuurlijk, tuurlijk. Hoe heet je broertje? Jason. Jason. Jason, als je dit ziet... Hij is niet mee op vakantie. Nee. Hij is niet mee. Jason, als je dit ziet, shout-out naar jou. Groetjes. Hoppakee, we zijn bij de receptie en hier is een pinautomaat. Een bankomat. Gaan we even pinnen. Let's go. Ik ben benieuwd hoe het geld eruit ziet. Ja, dat heb ik al gezien. Ja, het was een beetje grijs, een beetje donker. Oh. Oké, daar komt het, mensen. We hebben gepind. Hier komt het geld uit. Spannend. Tromgeroffel. Oh ja, dat is het inderdaad. Zie je, is niet zo heel bijzonder. Maar toch ben je aan de euro's gewend en dan vind ik dit wel mooi of zo. Ja, dit is niet mooi, het is anders. Anders, ja. Ik vind het niet per se mooi nee, of zo. Dat is waar. Ja, deze is wel gaaf. Ja, kijk, dat kapsel, dat is Noël. Ja, dat is Noël, ja. Deze is wel mooier, het is een beetje groen achter. Wow, die achterkant is ook wel vet. Ja, het is gewoon anders, daarom is het wel even mooi. Maar dit is ongeveer 50 euro, zeg maar. In... Ik vind het niet super of zo. Nee, ik snap wat je bedoelt. Het zijn niet mooie felle kleurtjes. Nee, maar het is wel sick dat het gewoon 200 is. Het lijkt net alsof ik hier 1600 euro heb. Ja. Maar het is dus gewoon echt veel minder. 200. Het is 230 euro dit bij elkaar. Ja, het is wel leuk om te zien. Nou goed, dan kunnen we in ieder geval betalen. Dan gaan we nu naar het restaurantje waar we net zaten. Daniel die heeft serieus zijn rijwijs gegeven, anders mochten ze niet weg.
Dus wij rijden daar nu langs en dan gaan we weg met de camper naar echt een super vette locatie. Rijbewijs terug. Yes. Yes, even kijken. Ik heb gewoon het rijbewijs van Daniel gekocht. Hey, ik zie je ander geld nog. Ja, mooie krulletjes. Ja. Wow, yo. Kijk dit. Oh, dat is wel vet. Ja, die is wel mooi. Cool. En 20? 20 en 5. Ja. En 5. Oké, nou ben benieuwd. Cool. Nou, we hebben weer genoeg geld, dat wel. We zijn aangekomen bij de plek waar we eventjes wat lol gaan maken. Dit is de Zipline Pazinska Yama. Ben benieuwd. Pazinska Yama. Pazinska Yama. Oh mijn god. Ik wist niet dat het zo diep was hier in één keer. Wat? Dit is niet normaal. Oh mijn god. Nee, dit is niet goed hoor. Hi. Hallo. Dit is best wel hoog, hè? En dit is die kabel. Tering, hé. Nee joh, dit is niet de kabel waar we overheen gaan. Is dit een zipline? Ja. Really? Ja, en hier nog één. From here to there. How long does it take to get to the other side? And with the second cable you return back on this side of the canyon. And how long does it take from here to there? I mean in time is very short. 25 seconds here, 35 seconds there. Holy shit. Did it ever go wrong? Kan je al zweetvoeten? Ja gast, ik heb zweetvoeten, 100%. You're afraid? Yes, I am afraid of heights. Oké. Okay. But I always try to do my best to do it. This is the perfect place for you. Oh mijn god, je had niet verteld dat het zo hoog was, schat. Jij wil graag ziplijnen, toch? Ja, ik dacht gewoon even leuk, toch? Wist ik veel dat er een hele vallei onder zat. Ja, maar jij kan dat. Holy moly. Zieke grot ook daar, hé. Yo, dit is niet normaal. Maar ik dacht wel dat het een hele tour zou zijn of zo. Het is gewoon een ziplijn heen en weer? Ja, inderdaad. Het is gewoon even je broek vol poepen en dan kan je weer gaan? Ja, precies. Het is gewoon even een adrenaline momentje. Ja. Maar net als met die sprong, op het moment voordat je het gaat doen, denk je echt kut. En als je het gedaan hebt, denk je, oh wat joh. Ja, ik ga hier zo van genieten met mijn ogen dicht. Ja, dit is wel absurd hoor. Nooit je handen voor de kabel, hè? Nee. Vingers weg. Ben je vingers kwijt. Ik ga even een stukje naar beneden lopen hier. Ik doe mijn zonnebril af, dan kan je het nog meer realiseren. Holy moly. Dit is echt niet gezond. Dit is echt gewoon een adrenaline kick van hier tot Tokio. Of nou, van hier tot daar eigenlijk. Oef, jeez. Oké, okay. Nou even trappetje af hier nog. We mogen niet verder. We mogen ook het deurtje niet open doen, zei ze heel duidelijk. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Maar dit is dus waar je vast wordt gekoppeld. En dan ga je hier gewoon met deze diepte. Ja, het blijft moeilijk om te zien hoor, dieptes altijd op camera. Maar je kan maar geloven dat het heel diep is. En dan ga je via hier ziplijnen naar de andere kant. En dan word je daar opgevangen. Het is wel echt een mooi plaatje. En kijk dat ook. Is er vroeger een kasteel geweest of zo? Het ziet er heel gaaf uit. Wauw, maar ze hebben hier dus twee ziplines. That's it. Maar ik ben benieuwd of dus... je dan via hier zeg maar heen en dan zijn ze via daar terug of zo. Maar die loopt omhoog, dat kan toch niet? Ja, ik weet het ook niet. We gaan het wel zien. Ja, daar kan ik wel zin in. Ja. Jij ook. Jij, Francis? Ik ben ook wel onder de indruk, ja. Ja, ik vind het wel vet. Oh mijn god. Volgens mij ga je zo snel hier. Er wordt wel een hoekpo het moment. Ja, nou, ze zei dus 25 seconden. En dat vind ik niet zo snel. Ik had verwacht dat ze zou zeggen 8 seconden of zo. 25 seconden vind ik best lang, hè? Maar je, is bijna een halve minuut. Het lijkt ook best wel kort, maar het is best wel een stuk, hoor. Ja, dit is wel ver, ja. Ja. Nee, maar dit zijn twee kleine kabeltjes, hè? Ik heb een goed show. Ik had een broodje minder moeten eten zo net. Ik ga wel vragen wat de maximale gewicht is. Aan zo'n kabel? Zo, dit is dan net zo dik als zo'n skikabel, man. Dat kan makkelijk, man. Zo'n gondel. Ja, man. Holy shit. Nee, maar ik heb een leuke challenge voor je. Wil je dit even voorlezen? Je hebt nu tijdens deze... Dit is de tweede dag dat we in Kroatië zijn. En je hebt al 8 keer gevraagd aan ons. Wil je dit even oplezen? Ja, maar dat is geniaal. Ik vind deze taal zo leuk. Ja, dit is Sabranjen Pristup Neoflastenim Osabama. Nou, volgens mij is het niet heel verkeerd. Nee, en dat betekent stop. Je mag hier niet langs. Niet zoiets. Betreden. Ja, nee, niet betreden. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Je hebt hier ook een trappetje voor de short ones. Ja, we hebben inderdaad hier starten. Oh, ik ben benieuwd. Holy moly. Let's go. Ja, heel sexy hoor. Het is wel mooi hè, oranje kleuren. Bouwpakketje helm. Geen overraden. Zo? Goed zo. Zo erbij. Maar laten we eerlijk zijn, als je toch valt van zo'n kabel, dan heeft zo'n helmpje toch geen nut meer. Dus waarom is het? Gewoon voor de foto idee of zo? Voor de foto. If you fall down, the helm is good enough? Find you easily because it's orange. It will help you. So survive, especially but... for people from Holland. Yeah, especially for you. Yeah. Oké, okay, nice. Oké, okay, top. Nou, dan ga ik maar. Controleer maar even of alles goed vast zit. Trouwens wel. Ik ga mijn zonnebrilletje ophouden. Ziet er ook stoerder uit, hoor. Ah, ik vind tot nu toe nog niet zo leuk. Nee? Waarschijnlijk als ik aan de overkant ben. Ik ben weer blij dat ik het heb gedaan. Precies. Helmpje op.
We gaan nu eerst maar zien te overleven. Ja. Huh? Ja? In ieder geval alle hartstikke leuk. Ja, ja, echt. Top. Ja, ik vond het ook leuk jou gekend te hebben. Dankjewel dat je me hebt leren vissen. Ja, graag gedaan. Top. Ja. Super. Dankjewel dat je zoveel hebt geleerd altijd aan mij over diertjes. Ja, bedankt dat je mij van alles hebt geleerd op YouTube en zo. En ja, volgen en dingen. Ja. Geen probleem. Nou, tof. Veel succes met sporten. Ja. Bedankt voor de pet, voor de kapiteinshoed. Ja, geen probleem. Nou, veel plezier morgen alvast. Nou, we zien elkaar bovenin weer, hè? Ja. Ik wacht boven op die. Nee, joh, gekkigheid. Wordt hartstikke leuk. Hè, schatje? Zeker. Wordt hartstikke leuk. Ik heb zin in. Toch even een kusje voor de zekerheid. Hè? Nee, maar het wordt hartstikke leuk. We gaan hiervan genieten. De kans dat jij overlijdt vanwege je angststoornis is groter dan de kans dat je het uitkomt. Dat vind ik een mooie dat je dat zegt zo, ja. Nee joh, dat komt helemaal goed. Zit je nou aan mij stiekem aan jou vast te klikken? Dus ik zou zeggen 50-50. 50-50. Ja. Ja, nou dat vind ik toepasselijk. Dat vind ik heel toepasselijk, de 50-50. Ah, oké. Ja, ik zei al tegen Daniel, Francis en Myron, van ik had eigenlijk ook één zwarte krok moeten hebben en één rode. Dan was het helemaal toepasselijk met kleding. Maar ik ben nog steeds zo blij met de 50-50 knolpower. Echt sick. Oké, goed. Cameraatje in de hand en dan gaan we. Ziet er goed uit, mensen. Oké, nou, daar gaan we. Knijt veel zin in. We hebben in ieder geval, we zitten lekker mooi te dollen met onze zenuwachtige trekjes. We hebben genoeg grapjes gemaakt. Wat is het stil eigenlijk, hè? Stilte voor de storm. Ja. Stilte voor de storm, dat is het echt. Die laatste avondmaal al gewoon. Nou, ik moet zeggen, de lunch was wel lekker, ja. Die spinaziebroodjes. Zo! Oh. Die Lekker hoor. De andere, die hoe heet het? Hey, maatjes! Hey, ben ik klaar voor, hè? Ja, ik ook. Nee, je zegt, je bent er klaar voor, hè? Ja, ik ben er klaar voor. Je hebt er ook zin in, hè? Yes! Zweetoksels.nl. Laat eens voelen dan. Ja, heel erg. Spannend, ja? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ja, en je hele hand is nat van mijn zweet. Ja. Te houdt de hand onder mijn oksels. Pik of Enzo's oksel. Ik film jullie wel als jullie hier vertrekken. Dan. Ja, is goed. Be careful, Tony. Oké. Wrong cable again. Oké, bye Tony. Bye. Bye. Holy shit, dat is wel ziek hoor. Hoe remt hij zichzelf? Niet hoor. Met de handschoen. Ze zeggen ook dat Tony opvangt, maar hij ligt daar gewoon zelf op de grond straks. Hij heeft de handschoen in zijn hand, hè? Ja, ja. Maar jij remt daar wel. Hij heeft een speciale handschoen waarmee hij een beetje kan remmen op het einde. Ja. Dat zag ik. Zo'n handschoen van de ene over, maar dan met bescherming. Oké, and you're ready. Just sit down, legs up and enjoy. Ik heb er veel zin. Thank you. On the other side. Thank you, Angelina Jolie. No problem. Okay. Brad Pitt. Yes, I like that. I like that. Okay. Brad Pitt is going down. Holy shit! Nice Tony! Nog één? Yes! Dat is perfect! Oh my god! Dat was zo sick! Holy shit mensen! Dat was zo sick, ik was geen één moment bang. Ja, voordat ik ging, maar toen ik eenmaal ging, niks aan de hand. Oké, ben je klaar voor? Ik ben zeker klaar voor. Lekker. Let's go. Moet ik ook schreeuwen zoals Enzo? Harder. Schreeuwen. Zo, ja! Ja! Oké, here you go. Yes? You. Okay. Thank you! Doei! Wow, goede echo. Woep! Ja, inderdaad. Ja. Oh, sorry. Nice! Was dat leuk? Ja, zo cool. Echt geniaal. Dat was vet, hè? Wat vond jij, schat? Ik vond het super nice. Wow, dat was leuk. Ik vond het heel vet, hè? Ik vind het echt knap van jou ook weer, hoor. Ik vond het helemaal niet eng. Echt hoog was het. Heel Heb hoog. Je wel naar beneden gekeken of niet? Ja. Ja? Ja, ja goed ja. Zo. Nou, Moppie. Ik vind het ook wel spannend hoor. Oké, try to sit. Oké, here you go. Enjoy. Nou, Fren, de mazzelen. Later! Kijk, daar komt Fren. Hoppakee! Hoppa!
was echt vet, man. Nice. Oh mijn god, dat was echt vet, hè? Dat was gaaf, gaat toch best wel snel dan, hè? Ja, echt hard. Ik dacht, hij stopt mij niet. Hoe kan hij me ooit nog stoppen? Zo hard ging hij. En die andere gaat 10 km per uur harder. Ja, holy shit. Vet. Oké, hier zo, mister. Oké, daar gaan we. Woehoe! Zo vet! Oh my god, ja, yeah, zo so cool. So this one goes a little bit harder. A bit faster, yeah. Yeah, a bit faster. I want to give you a high five with you as well. On the second one, okay? You wait for me, like this. Yeah. Okay, geniaal. Okay, you can step up. Yes. Step right up. Yes. Walk right in. Can you say yes in France? We are going on a summer holiday. Aww, what do you have in your pocket? Okay. I can give you a small bag. You can put your stuff inside later, okay? Okay, step up here. Yeah. Nou, dan gaan we voor nummer 2. Ben je klaar voor pipi? Yes. Okay, here you go. Enjoy your flight. Hey, thank you. Marcel. Hey, doe je? Hey, Marcel. Hey, kusje. Bye. Okay, if I say later, you say? Alligator! Oh, perfect. Again, perfect. Zo, duurt eigenlijk veel te kort. Holy shit, dit is zo ziek, mensen. Serieus, het gaat eigenlijk te snel. Ik was zo erg aan het genieten. Het mag voor mij wel 5 minuten duren, serieus, zonder grap. Hou omhoog. Yeah. Hou omhoog, hè, Marcel. Er zit ook echt helemaal zo'n ding bij je kont. Ja. Het geluid is zo raar. The sound is so much different on this one, because of the speed. Was dat nice? Ja, deze was leuker nog. Ja, deze was langer, ja. Ik heb deze keer zelfs mijn handen losgelaten. Ik zag het. En langer naar beneden gekeken. Ja, goed zo, ik zag het. Ja, op een of andere manier heb je op deze manier geen hoogtevrees. Je voelt wel dat je goed vast zit, inderdaad. Ja, echt sick. Je zit aan 3 touwen vast. Dus... En zeg 3 keer scheepsrechten. Precies. Hier komt Francis weer. Lekker Francis! Super vet. Ja, echt een lekker gevoel, hè? Ja, echt heerlijk. Ja, echt een beetje zo'n buikgevoeltje. Het mag echt wel nog 10 keer zo lang duren eigenlijk. Wow, dat zei ik ook. Het mag voor mij best 5 minuten duren. Ja. Geen probleem, 5 minuten is ook prima. Oh, je hoort al meteen dat Daniel gaat. Heel nice. Door de klompen langs, klak, klak. Door de klompen langs, klak, klak. Jouw haar gaat ook helemaal door die helm heen. Oh ja, what the fuck, Daniel. Kijk jouw haar, ze zit helemaal doorheen. Even lekker bijkomen en dan gaan we er straks weer vandoor. En dan gaan we straks naar een andere plek. En daar schijn je echt een hele mooie waterval te hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Want Kroatië staat toch echt wel bekend om zijn mooie plekken, zijn mooie watervallen, zijn mooie blauwe water. Dus we gaan het eens eventjes allemaal meemaken. Oké, dames en heren, we gaan nu naar de volgende locatie. En dat is 3 minuten rijden. Dus dat stelt helemaal niks voor. Gordijntjes even open en dan gaan we rijden. Ik ben benieuwd hoe die waterval is. Ik ben benieuwd of het überhaupt
veel water is, want Angelina Jolie die zei dat het misschien wel tegen kan vallen. We zijn bij de volgende plek aangekomen en we hebben dit plekje gekregen van de mensen van de zipline. Echt super nice dat ze ons eventjes hielpen, want anders hadden we helemaal met de camper door het dorp gemoeten. Maar dit is een plekje, een beetje een afgelegen plekje. Ik vind aan de ene kant wel spannend met de camper, want er zitten nog wel onze spullen in die we allemaal mee hebben, laptop en zo. Maar ze zegt dat het hier wel veilig is, dat hier wel vaker mensen staan, dat is geen probleem. Alleen één ding wat ik hier niet snap, en dit kan me echt wel frustreren. Ik heb ook met Daniel een super mooie campagne gedaan met Sportvisserij Nederland. Waarin we aangeven van mensen, als je ergens gaat vissen of je loopt buiten. Hè, je hebt zelf een blikje, wat het ook is. Of je hebt een plastic zakje. Neem het mee, gooi het weg. Zie je wat liggen, neem dat ook even mee. En dan staat hier nog zo duidelijk een bord van geen afval en troep. Nou, wat hier ligt allemaal, jongen. Dat is echt niet normaal. Ook hier zo, bij de camper hiernaast. Kijk eens eventjes wat voor teringtroep hier allemaal ligt, hé. Snap je toch echt geen balzak van, of wel? Daar ook achter helemaal hier nog halve flessen vol met drinken. Serieus, dan vraag ik me echt af, wat gaat er door je hoofd heen om een slok te nemen van drinken of iets wat je niet meer wil hebben, dat je dat zo in de bosjes hier gooit? Begrijp ik helemaal niks van, maar zou ik ook nooit begrijpen. Goed, even een tip. Als je spullen mee hebt, gooi het gewoon daarna netjes weg. Ook al moet je er even mee sjouwen, dat hoort er gewoon bij. De handdoek ligt hier gewoon nog. Ja, die handdoek die blijft daar gewoon liggen. Dat hadden we de vorige keer ook. Ja, die blijft toch, die is een soort van vastgeplakt. Lekker joh. Oké, goed. Camper laten we er staan. Alles zeker weten gecheckt. Alles dicht. Even voor de zekerheid. Nice. Zo. Nice. Alles dicht. Nou, dan gaan we naar de waterval. Het is ongeveer 10 minuutjes lopen of zo, denk ik. En natuurlijk heeft kapitein Dollo's de vishengel mee. Tuurlijk. En zijn visnet. Ik weet niet of je hier kan vissen, maar ik ga even kijken. Tuurlijk, altijd even eentje meenemen, toch? Je zou maar op een plek aankomen, en dat heb ik al zo vaak in mijn leven gehad. Dan zie je de grootste vis van je leven zwemmen. Je hebt geen hengel bij je. Nee, dan is dus niet fijn. Voor een visser is dat niet prettig, mensen. Zo, even een gevaarlijk plekje dit, hé. Holy moly. Zo, er is niet heel veel water, hé, als ik dit zo zie. Volgens mij ligt dit normaal gesproken helemaal vol. Het ziet er een beetje uit als dode bende. Huh? Er zitten daar gewoon mensen te zwemmen. Sorry dat ik het zeg, maar dat water ziet er zo goor uit. Ja, het stroomt. Dat is altijd wel goed. Stilstand water zo uitziet, moet je er echt niet in zwemmen. Maar bewegend water is nooit, meestal niet heel slecht. Zo, maar kijk dan. Ja. Zitten daar gewoon te chillen. Er is gewoon verder helemaal niemand. Wel nice. Maar er zijn gewoon mensen die hier wonen, denk. Ja, denk. Oké, we gaan verder lopen. Maar ze zei toch dat het echt super toeristisch was daar. Het lijkt nu wel alsof we gewoon de enige zijn die daar gaan komen. Hij had het over de camping waar wij waren, dat toeristisch was. Oh, maar deze waterval niet? Ja, misschien in het hoogseizoen wel, maar er zijn hier natuurlijk nog niet heel veel vakantiegangers hier. Nee, dat is waar. Ze zei ook dat ze eigenlijk in de week waar wij nu in zitten, normaal gesproken echt heel veel Nederlanders al had met ziplijnen. Ja, en nu nog niemand, zei ze. Nee. Ja, volgens mij is er helemaal geen water, hoor. Zal je hier kijken? Volgens mij is het veel te droog. Dat ze echt zoiets voor ons zijn dat we hier gewoon heen gaan en dat er gewoon geen water is. Oh mijn god. Gewoon geen water van niks. Het is ook zo droog hier. Het is maar goed dat we een goede 2 liter fles drinken mee hebben. Het is wel heel gaaf, ja. Kikkervisjes. Ja, kikkervisjes, ja. Kleine visjes. Hé, hey, dat is een goed teken toch, die kleine visjes en kikkervisjes? Ja. Als Daniel hier iets vangt in één keer uit het niets, zou ik zo mooi vinden met zijn kapitein Dollo-pet. Zullen we het vanaf nu allemaal kapitein Dollo noemen? Dit is echt zo'n plek waar zo'n zieke slang in zit. En dat je daar overheen loopt, dat je dan zo in dat gat meesleurt. Dat is een plek waar je gewoon lekker kunt chillen. Zeker, zeker. Waar ineens zo'n crocodile zo voorbij gaat. Crocodile. Crocodile. Crocodile Dundee. Crocodile Dundee. Komt er ineens zo'n kop boven water. Echt, hè? Ja, dat groene water altijd. Ja, dat is wel echt zo. Ja. Maar ja, Daniel zegt als het een beetje stroomt is het prima. Maar het ziet er niet heel smakelijk uit. Nou, een beetje via hier tussendoor. Een klein beetje. Het is wel mooi dit, hè? Zo met die stenen. Dat het zo tussendoor gaat. Het is wel echt een hele gave plek dit. Gewoon lekker privé ook. Kijk dan. Doe even je net erin. Nee, probeer. Ik ben echt benieuwd. Ja, hier, mag ik eens proberen? Wow. Hebben hem. Nee. Wij snel? Ik lok hem naar je toe. Wow, hij gaat er weer voorbij. Waar is die? Ik weet het niet. Daar, achter je. Oh ja, nee, dat is hem niet. Dat was groter. Oh, hij is daar. Wow. Nee, die ga je niet halen hoor. Dat ga je ze niet lukken. Hij is te snel voor jou. Hij is veel te snel. Ja, nu scheppen denk ik. Ja, nu kan ik niet. Nee, ik heb hem niet. Hè? Ik hoor net
niet. Nee. Hij is me veel te slim af. Ja! Ik heb hem! Ja, ik heb hem! Ik heb hem! Pak hem! Ja, ik weet niet of ik hem kan vasthouden. Tuurlijk wel. Ik kan hem sowieso vasthouden. Zij gaat gaan varen met rustig. Holy shit. Dat is wel mooi, kijk. Volgens mij is het een popcorn. Hé, hey, visje gevangen. Hou met netje, hè. Geduld, een schone zaak. Ja, popcornje. Kijk dan. Oh, hij is wel echt mooi. Hij is mooi. Die ga je niet meer voor terugvangen. Had je hem goed op beeld? Ja, denk het wel. Hoop het. Oh mijn god, geniaal. Ja, hij is knijtsnel hoor. Nou, dat was mijn eerste vis die ik heb gevangen in Kroatië. Een kopvorntje met netje. Geniaal. Dit is de waterval. Dit is de waterval, ja? Ja. Wauw. Nu is het alleen een val. Oh mijn god. Het is gewoon zo droog hier. Nee joh. Normaal gesproken staat het dus helemaal vol met water hier, hè? Wauw. Grap ook niet maken meer, hoor. Nee, maar ik kan de grap niet meer maken. Die wou zeggen, ik hoop niet dat ik in de water val. En dan laat je je vallen in het water. Nee, dat gaat niet lukken, nee. Zo, dit ziet er wel vet uit, hoor. Wow, kan je hier vanaf springen, ja? Yo. Oh, je ziet er wel grote vissen, hé? Daar. Ja. Kijk maar, kom maar hier staan en kijk daar links. Maar dit is wel een sikke plek alsnog, hoor. Ik vind het wel vet. Ik vind het serieus wel vet nog. Nou, er komt nog wel water vanaf, hallo. Ja, een klein beetje. Mini. Het is geen extreme waterval, maar hé, hey, is wel leuk, toch? Ja, is wel leuk. Nou, dit is de plek, mensen. Alsnog heel mooi, hoor, vind ik. Oh mijn god, dit is een mega wesp. Een hoornhaar of zo. Zo, moet je kijken, hé, hey, wat een unit. Daniel, hier is een hoornhaar, een hele grote wesp. Wow. Hij is weg. Ja, hij vliegt daarachter. Wow, dat was ziek, hé. Ik heb nog nooit zo'n mega wesp gezien. Ah, ik snap waarom Daniel niet reageert. Daniel is aan het hengelen. Ja, is goed. Ik moet zeggen dat ik dit best wel risky vind hier lopen met zo de camera. Want dit kan wel heel glad zijn en dan flik je er zo in. Maar dit, volgens mij kan je hier gewoon vanaf springen, hoor. Ik heb het nog niemand zien doen, maar... Nou, ik was een beetje te laat. Maar die jongen die sprong in het water. Vanaf daar. Dus het is wel mogelijk. Ja, die hond die loopt hier. Hou hem even tegen. Oh, niet zo hard. Daniel grijpt er bij zijn nek, jongen. Wij staan gewoon... Die hond helemaal piepen. Wij zijn van niet knijpen. Niet knijpen, joh, Daniel. Jongen, jongen. Daniel heeft beet. Daniel heeft een visbeet, kijk dan. Geniaal, gast. Mooi visje, wel. Geniaal, hele mooie vis, ja. Een kopvorntje. Zo. Die is echt mooi, hoor. Ja, hé, hey, kapitein Dollo, goed gedaan, jongen. Zo mooi, hè, dat hoedje. Ja, echt zo. Oh. Ja, hij is er vanaf. Zo, dat deed je netjes. Ja, maar dat is wel... Oh, mag je eentje vangen? Ja, hoor. Hey, ik vind het ook wel leuk. Hey, kan je toch zeggen dat je bij een waterval eentje mooi hebt gevangen, zo? Je moet hem gewoon een beetje door het oppervlak trekken en dan, als het goed is, pak ze de vliegje wel. Een beetje laten zakken zo af en toe. Ja, tik, tik, tik. Gewoon net onder het oppervlak, dat je hem ook ziet. Dan zie je ook gewoon of ze er achteraan komen. En de vliegje, ja, ja, zit er één achteraan? Zit er één achter? Ja, ja, komt ie, komt ie, komt ie, komt ie, komt ie. Blijf draaien, blijf draaien. Oh, hey. Ik zal straks even de diepte checken, dan ga ik hier even een bommetje vanaf doen. Ik ga gewoon daar over de overkant. Ja, hier, midden zwemmen ze ook gewoon. Moet je mijn Polaroid heel even op, dan kan je het zien. Ik ga voor die grote, let maar op. Ja, mag ik een Polaroid zo? Ja, maar. Zo, dit is wel een plek om een vis te vangen, hoor. Wat een cool plekje dit. Oh, had je hem bijna. Ja. Hij pakte hem, hè? Ja. Misschien moet ik er nog een kleinere vlieg eraan doen. Ja, nog geen reen op. Ja, ja. Gast. Misschien... Oh, hij zit niet helemaal goed volgens mij. Kom eens. Ja, misschien ging er wel op, hoor. Echt serieus, geniaal. Ja, lachen, hè? Ja. Zo, die zijn snel, hè, die kopvorms. Ja. Dat wist ik helemaal niet. En ze kunnen ook wel echt roven. We hebben ze toen in de Ardennen ook gevangen op spinners. Dat was de eerste keer dat Jan popcorn ving. Gast. Kijk hem staan. Als je erin flikkert, wel die hengel blijft vasthouden, hè? Ja, dan gooit die hengel naar achter, ja. Nou, maar gast, dit is toch geniaal. Kijk hoe ik sta, jongen, met die crocs. Zit hier niks anders dan een kopcorn? Ik denk het niet, nee. Ja, ik heb zonnebaarsjes gezien, maar die waren heel klein. Zo, moet je kijken hoeveel er bij hun zitten. Met die steen, bij hun voeten voor. Oh, zitten er wel 40. Holy shit, inderdaad. Ja, die zijn sowieso aan het voeren, ook. Ja, ze gooien eten in het water. Watermelon. Watermeloen, suiker. Hoog. Oh. Hebben wij nog eten bij ons? Niet? Nee. Wow, zitten er zoveel bij hun?
Ah, dat is wel een slimme plek om daar dan straks even te proberen. Ja, ik zie het. Oh, oh, 2, 3. Ik denk als ik een kleinere vlieg eraan doe dat je gelijk hebt. Ga serieus 1 woord bij hun maken, dan heb je er 1. 100%. Oh, daarachter zwemmen een paar mooie, ja. Ja, zit er 1 achter? Ja. Oeh. Net niet, hè? Oeh. Ik zag hem ook. Loop mee, kom, kom. We lopen naar die mensen toe. Oké, ik wacht. Ik ga namelijk naar de overkant gooien, dan weet je niet wat je meemaakt. Is goed. Die gast vangt toch straks een snoepbaars, jongen? Snoepbaars? Is die hier ook? Nee. Nee, denk ik niet. Je wilde graag één vanaf hier vangen, hè? Ja, dat is toch mooi? Ja, is ook mooi. Oh, ja, ik heb 1. Ja? Ja! Oh. Ja! Oh. Lekker! Geniaal! Net toen jij zei van je wil graag eentje vanaf hier vangen. Ja, dat is toch mooi? Nou, laat die joekel van je zien. Oh, wat een joekel! Ziek, hè? Ja. De joekel van een vis. Ja, echt niet normaal. Is toch mooi? Ja, zeker. Nou, heb ik in ieder geval deze magische plek hier eentje gevangen. Kan ik hem gewoon zo terug doen? Ik zou hem vanaf dat watervalwater doen. Ja? Of je zet hem hierboven terug. Zet hem maar daarboven terug. Ja, maar dan is hij in, ja, maar dan is het in ieder geval gebroken water. Dan kan er niet zoveel gebeuren. Kijk dan, daar gaat hij denk ik hoor. Kijk, ik ga met de waterval. Kijk, oh ja. Is geen probleem hoor. Oh, je ziet geniaal hoor. Vissen springen wel vaker van hoogtes af en het water is ook gebroken. Ja, maar gast, weet je hoe knijpers veel vissen hier allemaal zitten? Die ja, tuurlijk, die springen hier allemaal een keer af. Ja. Ze kunnen alleen niet meer omhoog. Nee, dat zou wel heel knap zijn. Ja. Zo via een waterdruppel tot... Tenzij die gevangen wordt en boven wordt uitgezet. Hé, hey, maar zullen we eens even een bommetje maken? Ja, laten we doen. Ik ga in ieder geval even meten hoe diep het is met een pijlgewichtje. Nee, heeft dan net al 1 iemand gesprongen. Dus ja, maar ja, die heb ik niet meer boven zien komen. En er waren net andere Nederlanders, die willen ook graag springen. Dus die komen ook zo hier. Kom. Dus dat zal lachen. Ik denk dat dit wel een vette plek is, ook met dat drone, jongen. Ja, 100%. Gaan we nu meteen even doen. Komt-ie. Het was niet het meest bijzondere plekje, maar ik moet zeggen, toch wel een magische eigenlijk. Toch wel echt heel erg genoten. 1 keertje vanaf gesprongen, want ik moet eerlijk zijn. Hier zo aan de zijkant van mijn been. Het is niet echt blauw of zo, maar het voelt echt als een mega blauwe plek. En dat komt sowieso van die sprong die ik heb gemaakt van ongeveer 10 meter bij het Idromeer. Oh, die klap die voel ik nog wel hoor. Het is echt wel een impact wat je maakt als je van 10 meter hoogte op het water springt. Maar goed, dit was wel echt heel erg nice. Echt van genoten. Mooie sprong gemaakt. Hele mooie beelden. Tenminste vind ik wel. En nu gaan we weer terug naar de camper met z'n allen. En dan gaan we even een plekje zoeken om te eten. Nou, daar zijn we. Daar staat de camper. Geen idee trouwens op wat voor plekje. Even lekker dansen. Maar wat voor plekje is dit, schat? Wel dicht in de buurt van de camping, toch? Ja, de camping. Volgens mij is de muziek van de camping. Oh, echt? Ja. Het is wel een mooi plekje dit. Ja, ik zag hier foto's van. Dus dacht ik, nou, daar kunnen we even lekker zitten, denk ik. En is dat dan een tentje waar je kan eten? Ja, deze hier zo inderdaad. Volgens mij zijn die parasolletjes ook. Beach Bar of zo heette het, toch? Ja. Oké, nou, ben benieuwd. Ziet er wel echt nice uit. Ja. Nou, ik moet zeggen, goed voor elkaar zo hoor. Lekkere nachos. Hier een grote schotel die we met z'n allen gaan delen. Heerlijk. Echt, echt genieten dit. Niet normaal. En het zijn ook echt mooie prijzen hier. Het is helemaal niet zo duur. Echt nice. Let's get some sun, baby. It's time to go. All we need to put on is the radio.
dit een knijters mooie zonsondergang. Echt ongelooflijk. Ik heb echt de dikste beelden weer kunnen maken, vind ik. Dus dit was genieten. Heerlijk gegeten, prachtige zonsondergang. Wat wil je nog meer? Ben je nou de bollenflip aan het doen? Oei. Hij is moeilijk deze, ja, maar hij is net iets te vol. Maar het is ook gewoon een blikje, of een blikje, een blikje in die water. Hé, hey, blikje in die water. Het is ook gewoon een flesje wat iemand hier heeft laten staan. Nee, is voor mij. Oh, is dat voor jou? Ja. Oh, echt? Oh, wow. Ik heeft iemand hier laten staan? Ja, want het zat hier al de hele tijd. Ja, dat was voor mij. Oei. Zo, twee keer. Hoppa, twee Hoppa. Achter elkaar. Wat nou te vol? Drie achter Hoppa! Elkaar. Ja, nu oh, ja, nu moet je stoppen. Zo kom ik er bijna niet op. Oké, okay, goed. Stop. Op mijn hoogtepunt. Maar 4 is mijn lievelingsgetal, hè? Dus eigenlijk... Nee, gast. Daniel wou over 100 meter de lucht in gooien, zag ik aan zijn hoofd. Nee, 4? Ja, ik moet stoppen op mijn hoogtepunt. 4 is niet meer je lievelingsgetal. 4 is 3. Scheiße. Pak hem, Daniel. Holy shit, is dit serieus een kwal? Oh mijn god. What? Maar deze is niet giftig meer, toch? Nee. Huh? Nee joh, dit is toch geen kwal? Ja. Huh, dat nee, lijkt zo nep. Zit hij vast. Het lijkt zo nep. Moet je voelen, het voelt als gelatine. Wat, het lijkt zo nep, hé. Daniel rook meteen aan zijn hand. Ja, nee, ruik eens, moet je zo. Nee. Vis. Ja, ruik naar vis. Maar moet je ruik jij eens, vriend. Hij is hard. Hij is gewoon dood, hè? Ik weet precies hoe het ja, gaat. Ja, hij heeft niet gered, helaas. Laten we allemaal even... een momentje pakken. Maar moet je maar eens voelen, dat voelt heel gek. Deze is wel stevig, zeg. Kwallen. Nee, dit is wel ziek, ja. Het is wel heel stevig. Maar dat komt omdat hij hier al een poosje ligt. Ja, in de zon. Voel ja. Met één vinger erop. Ja, zo raar. Hij is wel helemaal gebakken. Ja, hij is echt gebakken. Grapje, het was een neppe. Ja, heel raar dit. Grapje, het borstimplant. Ja, hij ziet er wel heel gek uit. Nou goed, helaas. Hij heeft het niet gered, mensen. Helaas. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel erg graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol, power!